zijn op het Designperron tijdens de Dutch Design Week, waar Vogels een installatie heeft gemaakt samen met 5 kunstenaars en designers. We willen de mensen een beleving meegeven waarbij ze zichzelf afvragen van draait het nou allemaal om het interieur van de televisie of om de mensen zelf? Wij zijn het grootste deel van de tijd bezig met het functioneel goed maken van producten. Maar dat is niet het enige waar het om draait natuurlijk. Belangrijk is de klant en hoe gaat onze gebruiker om met het product. Luister je hoe het geluid draait, trilt en jouw kant op richt? Vogels, laat de wereld om jou draaien. Luister, kijk, het draait allemaal om jou. Jou voor jou. Dus vroeger zat je met vuur, de kachel, de radio, televisie, daar zitten we nog steeds. Maar tegelijkertijd hebben we tegenwoordig gewoon ons eigen schermpje waar we ook naar kijken. Dus het verandert allemaal. Ik vond het wel heel bijzonder hoe het gepresenteerd werd, op een hele nieuwe manier. Dus dat je ook samenwerkt met kunstenaars om een soort van andere invalshoek te krijgen op iets waar je normaal niet bij nadenkt. Je kijkt op een andere manier naar de producten, dus dat is wel weer gaaf. Het is herkenbaar en het is onderscheidend omdat het je op het verkeerde been zet als je binnenkomt. Dat vind ik gaaf. Ja, het geeft meer vrijheid. Dus dat zie je ook echt wel in die ruimte, dat is wat het oplevert, die vrijheid. Ik vond het wel leuk gevonden om die dingen te laten bewegen. Maar ik vond het vooral grappig dat de man aan het eind zei, artistiek, hè? Ik ben lui en dan is het goed om vanaf de bank hem even te kunnen draaien. Het werkt wel mee en doordat het ook meedraait, denk ik dat het precies op mijn persoon is afgesneden en dat maakt het mooi.